Bastiaan, we gaan weer iets maken. Ja, maar kijk wat we hebben liggen. Het is een mooi stukje vlees. Ik denk niet heel erg bekend bij de meesten. Dan gaan we zo zeggen wel wat het is. Dit gaan we lekker bereiden met een mooie marinade en een pico de gallo die we gaan maken. Een beef de terra van de barbecue natuurlijk. Yes, nou ja, beef de terra, dat is een lange steek gesneden van de entrecote. En nu heb ik alweer vieze vingers. En super leuk stuk om mee te werken. Is weer zo wat anders. Staat natuurlijk wel mooi op tafel. Een pronkstukje. De marinade. 120 milliliter olie. Dan 80 soja. 80 citroen. Milliliters. Voor de ene. 60 Worcester sauce. Ook erg lekker. Vind ik altijd wel een mooi product ook. Hoppakee. Dan mosterd. Moutarde. Zenf in het Duits. Oh ja, je bent echt wel allemaal in het Duits. Ach ja. Die, ja, die glijdt er natuurlijk in. Ja, dat komt door die olie. Ja, ja, dat maakt alles glad, hè. Peper, paprika poeder, knoflookpoeder, zout, oregano, bruine suiker, de hoeveelheden. Dan kan je beneden lezen. Nu nog niet, hè? Zo meteen als het filmpje afgelegen is, dan ga je daar maar naar kijken. Nou, dit moeten we even mixen. Zo, dus dat hebben we geheuzeld. Die gaat erin, die wentelt even lekker er doorheen. En totaal gaan we hem laten marineren ongeveer tegen de 8 uur aan. Nou, het is maar goed dat we nu in de ochtend zijn. Precies, aan het eind van de dag kunnen we hem eten. Precies, ik wou net zeggen. Dus we gaan van dezelfde lichtsterkte gaan we hem dan... Precies. Toch? Ja, ik denk over 8 uur is hetzelfde licht. Precies. Nou, dat is mooi toch? Ziet er goed uit. Nou, deze moet even in de koeling. En dan af en toe even ronddraaien, dan gaat het allemaal goed. Nou, we zijn 8 uur verder. Ja, kijk eens. Mooi hè? Helemaal ingetrokken. Ja, een geweldig leuk stuk vlees dit. Een mooi stukje rund vlees. Ja. Nou, hij mag op de barbecue. Lekker voorverwarmd. De vlammetjes zijn er. Hoppakee. Die zetten we even weg. Oké, dan heb ik alle ruimte om lekker te grillen. Dan zit mij niks in de weg om een perfect resultaat te krijgen. Die even daar, die even zo, want de brander staat toch niet aan. En dan een beetje het overtollige marinade eraf. En dan gaat hij. Kijk eens hoe mooi. Mooi hè? Een beetje de vlammetjes erbij. In zijn geheel erop en dan doen we nu lekker de deksel dicht. Tot zometeen. Precies. Gaaf toch? Dit is echt hoe je een steak wil hebben. Ja, en als je dit dan... Ja, we zijn nog niet klaar. Dan komt zo meteen nog die piek. Maar kunnen we nu al maar even naar dat ruitje kijken. Als je dit op tafel zet... En je zit met alle onder tafel, dan word je toch heel blij van als je dit zeg maar ziet verschijnen aan den tafel. Ja, dus de rest hoeft eigenlijk niet. Nee. Het is gewoon goed, we zijn gewoon klaar nu. Precies. Skip it. Het is mooi geweest. Ja. We gaan naar huis. Nee, dat niet. Dus nee, wat dat betreft super. Pico de Gallo erbij. Ja, Bastiaan, oh, ik zag het wel. Oh. Maar het zag... Betrapt. Hoe smaakt hij? Hoe smaakt hij? Ja, heerlijk, maar er moet nog wat bij. Oh, er moet nog een wat... De pico de gallo. Erbij, ja. Ja. Je maakt er een feestje van. Mooi toch? Kijk nou. Ja. Ik til hem gewoon even voor je op. Dit is echt... Kijk eens hoe kleurrijk, mooi die kleur op, veel smaak erin. Magnifiek. Superleuk stukje vlees, dus ga er lekker mee aan de slag. Nou ja, wil je weten wat we volgende week gaan doen? Ja, kan je mee één ding doen. En dat is abonneren op ons kanaal of op het belletje drukken en dan krijg je een signaal. Nee, allebei. Oh, ja, abonneren allebei. En op het belletje drukken. Ja, dat is waar. Maar als je al geabonneerd hebt en nog niet het belletje, nee, dan klopt de zin wel weer. Dan klopt hij wel weer. Dan klopt hij wel weer. Dus één van die twee moet je doen. Dan zit je altijd goed en geniet van dit recept. Maak er wat moois van. Wil je wat meer weten over de barbecue? Kijk even op campinggas.nl.
Dan kan je wat meer vinden over de Compact 3 EXS. En ja, wij gaan lekker genieten hiervan. De volgende.